Yo mensen, Bassi, oftewel Bassi Stent. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dolle met Zwolle, numero tres. Voordat we beginnen, vergeet natuurlijk niet het blauwe duimpje omhoog. Dan kan ik zien dat jullie deze serie tof vinden. We zijn natuurlijk vorige aflevering kampioen geworden. En wij zijn natuurlijk dus ook gepromoveerd. Bij promotie zou ik een speler kunnen toevoegen en bij kampioenschap nog één extra. We zijn kampioen geworden. De eerste speler heb ik natuurlijk al toegevoegd. Dat is Jetro Willems. Natuurlijk de perfecte linksback met 4-star skill moves. Maar we kunnen nu nog een speler toevoegen en dat gaan we nu meteen al doen. Dan gaan we ineens op wachten. We krijgen toch nog wel wat tegengoals tegen. Waar begint dat eigenlijk? Waar kan je dan het beste je basis verbeteren, laat ik het zo zeggen. Dat is in mijn ogen bij de keeper. Ik hou van keepers met goede reflexen. Dus keepers met goede reflexen, katachtige reflexen. Dan denk ik aan Kenneth Vermeer. Weet je wat we gaan doen trouwens? Ik heb hier mijn mobiel. We gaan Kenneth eens even bellen. Kijken of hij naar onze club wil komen. Dat gaan we eens even doen. Fakka Kenneth! Fakka Bas. Hey yo man, ik zit met een transfertje die ik wil maken. Ik wil jou eigenlijk toevoegen aan mijn selectie. Kan ik jou erbij gooien of niet? Ja, is cool man. Gooi me erin. Is cool man. Hey, thanks man. Ja, zoals jullie kunnen zien, onze nieuwe keeper is bekend. Het is Kenneth Vermeer. Ik ben natuurlijk met hem ook bezig gamen in de Mediamarkt Rotterdam. Die video komt misschien morgen of misschien overmorgen online. Weet je wat we doen? Als hij 411 likes haalt binnen 24 uur. Ik heb echt geen flauw idee hoeveel de likes ik kan voorspellen of zo. Dus ik zeg maar random iets. Misschien is het te halen, misschien is het helemaal niet te halen. Goed, we spreken het zo wel, 411 likes. Dan komt morgen meteen de vlog er online. Het is wel een random vlog, denk ik. Ik heb veel beelden geschoten, maar ik denk dat het echt random is. Maar goed, hebben jullie in ieder geval een sfeerimpressie van hoe die dag was. Met Kenneth en Elia was er natuurlijk ook nog bij. Maar goed, we gaan niet te lang lullen. We gaan als eerste potje spelen in een divisie 9. Ik denk wel dat het steeds lastiger wordt natuurlijk, omdat er steeds meer rewards zijn van FUT Champions. En veel meer packs worden geopend. Spelers worden natuurlijk iets goedkoper, denk ik. Spelers worden dus ook beter, teams worden beter. Nou goed, ik kan me wel zelf wel in gaan dekken. Maar we moeten het gewoon op het veld laten zien. We gaan ons best doen. Wedstrijd nummer 1. Hier zijn we weer. Zwolse maloten. Ja la 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 la. Zwolse maloten. Ik zie dat ze met z'n tweeën spelen. Dat is vrij interessant. King FIFA NL zag ik dan nog staan. Zijn dat Nederlanders? Hij speelt wel met een eredivisie / Nederlands team. Dit kan nog wel eens interessant gaan worden. Ik zou zeggen, let's go. Meenemen. Nee. Nou, dit is de eerste kans van de wedstrijd überhaupt. Krijgen we weer een corner goal tegen Vincent Jansen. Ja, ook al heb je hier Edwin van der Sar staan bij wijze van spreken. Die hebben hem ook niet gehouden, denk ik. Oh. Jongen. Ze beginnen meteen met tackle alweer, zie ik. En dan moet je geel geven, jongen. Pannenkoek. Lekker Vermeer. Daar sta je voor, jongen. Zie je wel goede versterking. Ken het. Lekker bezig, maat. Boom, daar gaat hij weer. Power Ranger, Kenneth. Dit doet Kingsley ook goed. Dan kunnen we eventueel counteren. Prima gedaan. Ja. Ook dit is prima gedaan. Dit is een penalty, denk ik. Niet? Oké, nou, fucked up. Van rechts staat iemand helemaal vrij. Dan komt hij uiteindelijk niet. Wel bij Anas Atjebayn en wordt weer neergehaald. Wordt tot doodziek van. Vrije trapje. Waar ik niet zo mega goed in ben. Maar het wordt nou wel een keer tijd voor een gele kaart inderdaad. Ik word er helemaal scheidziek van. Weet je wat we gaan doen? We spelen hem lekker kort. Saimak. Oh, er zat veel meer in. Er zat veel meer in Dom. Helemaal verkeerd geschoten. Kom op, boys. Jongen. Ja, helemaal stoer.
Oh, jongen, dit was het toch even geweest. Dit was toch even een doelpuntje geweest, jongens. Kom op, let's go. Quincy Menig. Oh, jongens. Kom op, man. We hebben ze bij de strot. Oh, jongen, jongen. Kom op, man. Zoveel kansen. We moeten toch minimaal een keer scoren, jongens. Kom op. Serieus? Meen je dit echt? Wauw. Nou, jongens. Hey. Applaus voor jullie, hoor. Jongen, jongen. Wat ook daar. Tuurlijk, ik neem zijn tijd. Stoer, man. Echt. Grote jongens. Het begint in de visie 9 al, zie ik. Jongen, 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 jongen. Nou, jongens. De eerste wedstrijd gaat verloren. De manier waarop vind ik wel heel erg jammer, moet ik zeggen, hoor. Ik bedoel, de eerste helft was gelijk op. Dan kregen we die ongelukkige corner tegen. En verder, ja. Jullie hebben het kunnen zien. Ze waren blij met de 1-0. Laten we daar maar bouwen. Nou goed, volgende tegenstander. Oeh, Bundesliga met een Leen Aubu. Oké, okay, let's go. Tweede potje. We moeten de punten nu gaan pakken. Menig gaat even aan de wandel. Die versiert hij toch lekker een vrije trapje. Want we zagen hem al liggen. Hij ging al 5 kilometer van tevoren liggen natuurlijk. En die hoor je gewoon geel voor te geven, vind ik. Maar ja, dat ben ik, hè. Ik wou net zeggen, dit is gewoon een panel. Oh, nog een vrije trap. Oh, Willems. Koppen. Ah. Stoer, daar gaat hij. Hier zitten mogelijkheden in. Deze moet je breed leggen. Nogmaals, Atjebar. Oh, dit moet hangen, jongens. Atjebar, gaat hij. Atjebar heeft de keeper gezien. Oh, jongens. Kom op, man. Afmaken. Gaan we. Ryan Thomas. Nou moet hij goed zijn. Nou moet hij goed zijn. En nu is hij goed, verdomme. Dat bedoel ik. Ryan Thomas. Eerste kans in de tweede helft. Meteen afmaken. Klaar. Ja, goed gedaan. Ryan Thomas wil een combinatie aangaan. Verwacht ik nu een tackle. Dat was goed. Schieten. Oh, jongens. Goed gedaan, Ryan Thomas. Moeten we een combinatie aangaan. Scheids. Ryan Thomas kan door. Doet hij het dan weer? Ryan Thomas op 10. Prima gedaan. Ryan Thomas, lekker jongen. Als Mastoer het even niet doet, doet Ryan Thomas het wel. Lekker, 2-1. Nu moeten we die weer weggeven. Oeh. Ai, ai, ai. Gewoon in één keer. Klabats. Quincy Menig. Hij doet het. Lekker, 3-1. Deze is in de pocket. Lekker, boys. Eerste overwinning in divisie 9 is een feit. Ryan Thomas, ja, kon niet anders. Man of the match, 9,5. Dat is cool. En weet je wat ik ook even nu heb besloten? Dat komt nu in één keer maar op. Misschien om de serie wat interessanter te maken. En de tegenstander is ook best wel moeilijker. Elke overwinning mag ik een pakketje openen. Zit daar een Nederlander in of een Eredivisie speler, dan mag ik die aan mijn selectie toevoegen en zo niet. Dan heb ik pech. Dus weet je wat, we gaan nu even een pakketje openen. Die gaan wij eens even openen. Oké, let's go. Laat het een Nederlander zijn of een Eredivisie speler. Ik ben erg benieuwd. Dit is een Braziliaan. Dat is geen Eredivisie speler en geen Nederlander. Die zit er helaas ook niet bij. Het is Felipe Melo. Heel erg jammer. Oké, okay, maar laten we niet te lang wachten. Volgende tegenstander is een Frans team, zo te zien. Ja, een Frans team. Met onder andere Kingsley Coman, waar ik heel erg fan van ben. Ik wist niet of jullie dat al wisten. Maar dan weet je dat nu. Zidane natuurlijk als trainer. De Franse legend. Een van de beste spelers ooit. En
Ik zou zeggen, let's go. We moeten de tweede overwinning gaan pakken. En natuurlijk even mooie doelpuntjes maken. Want daar kijken jullie natuurlijk ook deels voor. Oké, we hebben dus Ryan Thomas en Mastu even omgewisseld. Dus Mastu staat nu op de links voor. Ryan Thomas op 10. Hebben we nu Jannes ook ingebracht. Jannes Mokhtar. Op de plaats van Menig, dus rechts. Hopelijk kunnen we zo wat meer gevaar stichten. We gaan ook even aanvallen, want we moeten nu wel. We stonden net een beetje aardig onder druk. Maar nu gaan we hem eens even onder druk zetten. Kijken of hij daar tegen kan. Via de speler. Tegen de keeper en via de keeper tegen de lat. En dus nu een corner. Saimak. Boom! Lekker Saimak! Lekker jongen! Met zijn verkeerde been. Yes! Ja, hier ben ik blij mee jongens. Yes! Kan je ook wel zien natuurlijk. Yes, yes, yes! Je moest eens weten hoe lekker dit voelt. Dat je wordt beloond voor je aanvallende spel meteen al. Kingsley, lekker. Kingsley Coman tegen Kingsley Ehisibue. De laatste wind. En dan kunnen we nu schieten. Hallo! Worden neergehaald. Oké, het gaat nu de goede kant op, boys. Goeie actie van Jannes. Ryan Thomas. Oh, yes. We komen eraan, boys. Lekker. Atjebar. Atjebar, ga door. Atjebar, die moet je maken. We zitten nu in een blessuretijd. Dan gaat Willems op pad. Aan de andere kant staat iemand helemaal vrij. Oh, te laat. We hebben gelijk gespeeld. Helaas. Maar weet je wat we doen? We gaan toch even een pakketje openen. Ik denk dat jullie dat ook wel leuk vinden. Ik vind het ook gewoon leuk. En ik moet versterkingen hebben, want het wordt echt lastig. Nu al. Ja, met dit team spelen is al best lastig als je tegen sommige best wel goede teams komt. En helemaal als je natuurlijk ook nog een beetje leuke rolls wil maken. Dus ik heb overal schijt aan. Ik ga gewoon nog een pakketje openen. En dan hopen we op een Nederlander of op een Eredivisie speler. Let's go, let's go, let's go. Meenemen. Oké, kom op jongens. Zit er een Nederlander bij? Nee, dit is geen Nederlander. Nee, wel Navas. Oh, dat ziet er. Dat is leuk, maar hebben we nu niks aan. Maar verder wel. Chelsea, Thiago. Oké, nou ja. Hier hebben we dus niks uitgehaald, helaas. Maar goed, mensen, bij deze wil ik de video afsluiten. Anders wordt het weer te langdradig. Laat even weten hoe lang je de video's ongeveer wil. 10 minuten, 15 minuten, misschien 20 minuten. Dat is best lang. Maar misschien vind je het wel leuk. Laat ook even weten wat je vindt van het feit dat ik packs open na een overwinning. Dan kan ik er eventueel rekening mee houden. Ik denk wel dat het een leuke toevoeging is. Vergeet ook zeker niet een duimpje omhoog achter te laten. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Tik even op dat belletje, zodat je een melding op je telefoon krijgt als ik heb geüpload. Dan zit je bij de notification squad, zoals het dan heet. Dus smash die duimpjes omhoog. 411 geloof ik, als ik even over nadenk. En dan komt de vlog online met Elia en Vermeer in Rotterdam. En ook nog Ayoub komt erin voor, dat kan ik je verklappen. Roelie komt erin voor, Mattie komt erin voor. Dus genoeg reden om te liken. Like even, de auto wordt al veel te lang. Ik zie jullie later, doei.